Groninger kickbokser Michael Duut hield afgelopen zaterdag in een sportzaak in Groningen een training ter promotie van het kickboksgala Noord vs. de Rest dat op 28 maart in Leek wordt gehouden. Duut is een heavy lightweight uitkomende in de Glory World Series en vecht zijn partijen onder andere in New York, Milaan en Londen. De 25-jarige Groninger is er een tijdje uit geweest. Ik heb een jaar niet gevochten. Hebben ervoor gekozen om weer een... even in de buurt, even weer dat ik ook kan winnen aan Melvin. Het wordt toch de eerste keer dat we samen wat doen. En dan gaan we weer terug natuurlijk naar het grote gebeuren allemaal. En even weer mezelf hervinden. Om zichzelf te hervinden heeft hij een nieuwe trainer gevonden, Melvin Manhoef. Zelf een ervaren kickbokser en een MMA-vechter. Hij neemt de jonge Groninger onder zijn hoede. Ja, heel veel ervaring. Hij zelf vecht natuurlijk nog steeds op het hoogste niveau. En hij heeft alles gezien, alles gedaan. En, dus hij kan over meepraten. Hij weet precies wat ik voel. Dus ja. Sinds kort zijn wij, hebben we een samenwerking. En dit is onze eerste wedstrijd dat we samen gaan doen. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik weet natuurlijk wel wat we gaan doen, natuurlijk dat ze winnen. Maar ik ben gewoon benieuwd hoe deze trainingskamp nog verder verloopt. Weet je? Ja, Melvin is 360 graden anders. Het is precies wat ik zoek. Hij kan me motiveren, ik voel hem, ik snap precies wat hij bedoelt. En dat heb ik nodig. Trainer Manhoef ziet mogelijkheden voor Duut in de toekomst. Ik kan nu natuurlijk niet te veel zeggen, maar ik denk over anderhalf jaar. Dan weet ik wel zeker dat er in dit gewicht niemand Michael aan kan pakken. En dat is wel eigenlijk waar we naartoe streven. En van daaruit gaan we verder, om elke keer zijn doel te behalen, snap je? Maar we doen het wel stapje bij stapje. We doen gewoon relax. We hebben geen haast, hij is nog hartstikke jong, snap je? Dus hij heeft nog tijd zat. Het kickboksgala Noord vs. de Rest is het toneel waarop Michael Duut na een jaar weer zijn rentree maakt. André Smeling is zijn tegenstander. Trainer Manhoef heeft hoge verwachtingen van zijn vechter. Dat hij dan hier al vecht, dan wil ik natuurlijk dat hij gewoon hier voor zijn thuispubliek gewoon een spetterende partij neerzet. Naast Michael Duut zullen ook diverse andere Groninger kickboxers uitkomen op het kickboksgala dat op 28 maart in Leek wordt georganiseerd.